Dit is onze poesfrommel, voor iedereen die het nog niet weet. En onze poesfrommel die is een beetje agressief opgevoed. Echt niet. Echt niet door achter me. Wat echt niet. Wie heeft ze dat dan van jou? Nou, niet van jou, want jij hebt de hele dag aan het gamen. Dat is niet waar. Wat doe je dan nog meer? Schilderen. Schilderen, oh. Hey, maar over schilderen gesproken. Ja. Wij hebben hier van die canvas hangen. En die canvassen, dat kan eigenlijk echt niet meer. Want ik bedoel, dit ben ik zelf in mijn eigen huis. En dit ben jij zelf in je eigen huis. En dit was vroeger heel erg vet. Dat we natuurlijk foto's maakten en zo. Maar eigenlijk moeten we hier iets anders voor verzinnen. Ja. Dat vind ik goed. Ja? Dat is goed. Cool. Sorry, de poes. Poes, waarom ben je zo agressief? Ja, ik heb wel eigenlijk wel een vet idee. Maar ik weet niet of jij het heel leuk vindt. Zeg maar. Dat we iets neerzetten ergens in het bos. En dat je dan op die manier jezelf soort van presenteert. Als in jij een camera en ik misschien een potje met kwasten of zo. Is dat leuk? Oké. Okay. Nou, is goed. Volgens mij heb ik daar ook wel ideeën voor. Dan moeten we dat eventjes gaan fixen. Maar dan gaan we dat wel nu fixen. Let's do this. Want dit... Dat kan echt niet meer. En dat is een alpaca. De meeste mensen die een camera hebben, die maken eigenlijk foto's zonder daar echt veel mee te doen. Die foto's die je maakt, die belanden vaak op een externe harde schijf en liggen een beetje te verstoffen. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Wanneer heel veel mensen werk aan een muur willen hebben, dan gaan ze dus letterlijk op zoek naar toffe foto's die passen bij hun interieur. Maar als je zelf fotograaf bent, is het natuurlijk hartstikke tof om je eigen werk en je eigen muur te hebben hangen. Als ik ga zoeken naar foto's die van iemand anders zijn, dan moet ik er ten eerste heel veel voor betalen. En ten tweede, het is niet mijn eigen foto. En hoe serieus neem ik mezelf dan als ik roep dat ik fotograaf ben? Nou, als je dit soort werk aan de muurfoto's gaat maken, van die productfoto's, dan is het natuurlijk heel erg tof om een beetje gepersonaliseerde foto's te schieten. Als je helemaal into de paarden bent, schiet lekker paardenfoto's. Als je helemaal into de camera's bent, maak een foto van je eigen camera. Dat is wat ik ga doen. En je kan je afvragen, is dat moeilijk? Nou, dat valt wel mee. Je moet je op een aantal dingen voorbereiden. Je moet op een aantal dingen letten. Maar daar gaan we je vandaag mee helpen. Zo, nou voordat je aan de slag gaat is een goede voorbereiding natuurlijk het halve werk. Wij hebben in ieder geval onze attributen even meegenomen. Ik ga mijn camera fotograferen. Anika die gaat wat bakspullen fotograferen. En haar kwasten in een pot. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je dus goed weet wat voor apparatuur je moet gebruiken. Want heel veel fotografen die gebruiken bijvoorbeeld een kitlens. En dat kan misschien heel goed werken. Alleen ik kan toch aanraden om misschien voor dit soort foto's gewoon een dagje een andere lens te huren. Met in ieder geval een open diafragma. En daarmee bereik je echt mooie effecten. Je krijgt een veel kleinere scherptediepte waardoor je foto gewoon nog beter tot z'n recht komt. Want je wil gewoon dat je foto alleen op je onderwerp scherp is. En we gaan die kant op, blijkbaar. We volgen de baas, die loopt daar. Ik zet mijn potje helemaal in het zonlicht. Want dan reflecteert het potje heel mooi het licht. En ik let op de achtergrond. Omdat de achtergrond die heeft een hele mooie gele gloed. En dat past heel mooi bij ons interieur. Want dat is ook een beetje okergeligachtig. Het is gelukt dat het nu herfst is. Dat is heel fijn. Wanneer we bezig zijn met foto's voor in onze huiskamer, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten wat voor kleuren die foto's moeten hebben om te kunnen passen bij jouw interieur. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben totaal geen interieurspecialist. Echt gewoon helemaal niet. Ik bedoel, als mensen mij een beetje kennen, maakt me allemaal niet zo heel veel uit. En grijs is eigenlijk altijd de beste optie. Dat matcht met alles. Maar als je dit soort foto's maakt, weet je wel, dan stel je hebt een heel blauw interieur van je huiskamer. Dan is knalrood misschien niet de allerbeste keuze om als achtergrond te gebruiken in je foto's. Nou, om een heel mooi clean shot te maken van dingen in de natuur, is het belangrijk om te tuinieren. De reden waarom het tuinieren heet, is omdat we soms gewoon blaadjes of grasprietjes of takjes juist uit het shot willen halen. Omdat die misschien net niet mooi voor de compositie ogen. En daarom kan je dus ook dingen toe. En dat is eigenlijk wat we vandaag doen. En we hebben hier dus het potje met de verfkwasten. En daar leggen we nog een dennenappeltje bij. En we proberen nog wat blaadjes in de voorgrond en zo neer te leggen. We hebben een stuk boomstronk hier. Hebben we erbij met wat mos, zodat die qua kleur in ieder geval mooi afsteekt.
En op die manier proberen we er toch nog net even een iets interessantere compositie van te maken. Oh, ik neem mezelf zeer. Oké, nee, je kan nog hele toffe extra effecten toevoegen om je foto gewoon een extra dimensie te geven. Je kan bijvoorbeeld met bladeren gaan gooien om je foto's gewoon nog even iets meer diepte en iets meer dynamiek te geven. Maar je kan bijvoorbeeld ook dit soort dingen aanschaffen. Dit is namelijk een potje met rook in een spuibus. Ja, het is echt waar. Rook in een spuibus. En dat is hartstikke tof. Want zeker als we een heel mooi tegenlicht hebben, kunnen we daar hele vette effecten mee creëren. Dus het allerleukste gedeelte van het maken van foto's, namelijk het bewerken van de foto's. En het bewerken dat ga ik doen in Lightroom. Ik heb hierboven een linkje naar een video die ik al eens eerder heb gemaakt over hoe ik mijn foto's bewerk in Lightroom Classic. Ik gebruik mijn eigen aangemaakte presets en die kun jij dus ook downloaden. Check de links en alle informatie in die andere video hiervoor. En dan ga ik nu lekker aan de slag, want ik ben heel erg benieuwd naar de foto's die we hebben gemaakt. En dan ga ik twee hele toffe foto's kiezen die we hebben geschoten met de nieuwe bewerking met mijn Lightroom presets om hier aan de muur te hangen. Let's do this! Nou, de bewerkingen zijn klaar. Ik heb deze twee foto's gekozen voor hier aan de muur. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat staan. We hebben dus het potje met de verfkwasten die Anienke representeert. En we hebben dus de camera, logischerwijs, die mij representeert. En ze zijn beide best wel tof geworden. Ik heb gekozen voor twee foto's die best wel een soort van gelijke stijl hebben. Omdat ik wil dat ze wel voelen als een harmonieuze sfeer, zeg maar. Klinkt dat heel logisch? Dit zijn ze geworden. En laten we ze bestellen. Ik ga ze bestellen op canvassen. Gewoon normale canvasdoek. Ze zijn 80 bij 120 centimeter. Zijn dus best wel joekels. En deze kost in dit geval grofweg 50 à 60 euro per stuk. Nou, ik ga ze nu bestellen en dan hoop ik op een beetje snelle levering. Dankjewel. Tada! Oh my god. Kijk hoe groot. Maar het is wel snel. Super snel. Kom op. Gaan we naar onder en onder vandaan. Kom op. Jongen. Tadaa. Wow. Oh, is wel heel vet. Dit is wel vet hoor. Oh, die is best wel mooi gelukt. Hoppa! Nice! Nou, wat vind je ervan? Ik vind ze sowieso heel mooi. Maar het is ook een beetje wennen. Want die andere foto's die waren heel groen. Het past wel heel mooi binnen ons huis en de bank en de muur. En wat vind je van het feit dat we die foto's zelf hebben gemaakt? Dat vind ik sowieso heel vet. En dat is ook dat er iets in staat wat ons presenteert.